morgen, jongens, moeten jullie even kijken wat voor weer we hebben. Natuurlijk wel koud, maar gewoon vol in de zon. En we gaan zo skiën en ik hoop zo dat het zo weer blijft. Ik vind het altijd leuk om mijn camera erbij te pakken op momenten dat het eigenlijk een beetje gevaarlijk is. We zitten nu op een sleeplift die net heel snel ging en je vloog echt de lucht in. Echt wel. Ik ben nu met mama aan het skiën, want Ruud die, ik weet niet, 4 jaar geleden deed hij het allemaal maar hij heeft nu iets van ik wil even de techniek leren. Hij vindt het ook best wel moeilijk. Nou, niet moeilijk, maar vorige keer ging hij maar gewoon en eigenlijk is dat niet goed. Dus nu is hij met papa op het makkelijke liftje en ik ben met mama aan het skiën. Mama zit ergens op de sleeplift. Zijn skivlogs eigenlijk interessant? Ik vlog maar niet heel veel, denk ik, want ik denk dat het eigenlijk best wel saai is. Kijk dan jongens, het is nu iets minder, maar net had ik echt een Efteling gevoel. Dat we tussen al die bomen door gingen en dan, kijk die zon daar. Bergen. Bergen. Dan ben je het gewoon gewend ofzo en dan besef je niet meer hoe mooi het eigenlijk is. Een terrasje en echt een van de lekkerste dingen is als je gewoon weet dat je een zelfgesmeerd broodje mee hebt. Dat echt een lang broodje met geitenkaas en wortel. Dat was echt heel lekker. En we hebben de zon. Wat show? Mama en ik zijn nu dus naar huis aan het skiën. Maar ik zeg net tegen mama, het is net wat wij natuurlijk ook van mijn lippen niet meer hadden gepraat. Wat wij deden was, normaal gaan we 2 bakken omhoog. Maar nu voor Ruud vooral bleven we zeg maar eentje beneden. Maar zij zijn dan met de auto naar huis. Maar voor ons is dat natuurlijk eigenlijk veel te makkelijk. Dus ik zei al, het is net dat je op school zit en je hebt de CITO, heb je allemaal eentjes. Je kan het allemaal makkelijk, dan wordt het saai. En nu is het net alsof we een verrijkingswerkblad krijgen. We zijn naar huis aan het skiën, allemaal ijs, rotsen, aarde. Waar je omheen moet, bruine sneeuw. Weet je, dat is zoveel leuker. Ik voel mijn lippen niet meer, joh. We gaan naar huis skiën dan? Een klein stukje skiën? Je ziet het thuis niet, denk ik. Ja, dat was best stijl met ijs. Maar daar is paal 8 en bij paal 7 is het huis. En daar is het huis. Lachen, hè? Oké, nu geef ik jou de camera. Echt heel leuk. Vroeger kon het toch maar wel, maar dan was het nog niet een officiële piste. En dan kon het maar heel af en toe. Hier is ons huis. En daar zien we altijd iedereen skiën. Misschien zien ze ons ook wel. Het is zo'n lekker gevoel. Iedereen die skiet, die moet dit gevoel kennen. Dat je je schoen uitzet. En dan dit. En dan met moeite eruit komen. Dit gevoel is zo lekker. Heel lekker gevoel. Dus nu, het was 17 over net en we staan een paar minuten buiten. Dus om 3:05 zeiden we gaan naar beneden. Dus dat was 10 minuten. Ja, niet hè. 10 minuten thuis. Nu nog een sleepliftje hier. Lekker wat warms aangetrokken. Ik heb het echt koud en heet tegelijk. Mijn hoofd is helemaal heet van de kou. Ik heb in mijn nieuwe beker amandelmelk met cacaopoeder. Heel lekker. Ik ga zo naar oma een spelletje spelen, maar ik had eerst beloofd om guacamole te maken. Want ik had dit uit Nederland al meegenomen. En mocht je trouwens willen weten hoe papa echt een hele lekkere guacamole maakt, staat er ook een video over online. Ik zal die eventjes proberen te linken. En ik maak het ongeveer zo, maar dan iets simpeler. Ik heb de kamer schoongemaakt. Dit is oma's tafelkleed. Zo nou, leuk. Ja, 60, toen oma 60 werd. Ik ga nu mijn jong doen. Nee, ik kent heb iemand het? Een prentje weggooien. Ik spaar deze. De ding is 5. Dipping! Karakter 5. Zeg, jij gaat goed daar. Ja, maar dat zijn de enige die ik had te vallen. Nee, ik gooi weer de verkeerde. Nee. Oh, dan moet ik weer iets weggooien. Moet iets weggooien. Bamboetje 2. Karakter 6. Maar dit is een verdubbeling omdat ze een kong heeft van. En dat is ook nog een verdubbeling. Dus zij heeft heel veel punten. Ruben was uit, die had mijn jong. En toen ging hij iets zeggen, daardoor raakte hij in de war. Toen heeft hij zijn draak aan mij gegeven en toen was ik mijn jong. Dus niet helemaal eerlijk. Kijk maar.
Wakker. Wat lekker. Vind je het lekker, Dikkie? Heb ik gemaakt. Heb jij hem gemaakt? Ja. Soms is die een beetje zuur en deze is helemaal niet zuur. Opa is ook een mond uitlikken. De hele toekomst. Ik denk dat je heel nauw contact hebt met de gemeente natuurlijk. Nou, we slapen steeds best wel vroeg op vakantie, maar ja. Dit hoort er ook bij. Het is al donderdag morgen, dus ik moet echt een vlog online hebben. Bijna klaar. Iedereen slaapt al. Doei, tot morgen. Hallo, vandaag is het alweer onze laatste dag. Het gaat echt mega snel. En kijk het weer. Het is gesneeuwd. Maar daardoor skiet het ook niet lekker. Dus vandaag is schoonmaakdag. Ik ga nu het wat schoonmaken. En daarna gaan we als het goed is nog even met Ruben en ik wat met opa en oma doen. Naar een kerkje of zo. En ze ging dus in bad. En toen was het water koud. En toen had ik een badolie erin gedaan. Daardoor is het hele bad vies. Want die olie is niet goed opgelost. Ik word dan. Daarna heb ik nog een BMW 750. Ja, die was ook waardeloos. Ook een dik hoor. Jongen, jongen. Ook een beest natuurlijk. Ja. Maar op sneeuw. Vergeet het maar. Totale nul. Nee. Dus hoe lichter de auto, hoe makkelijker het is om er doorheen te gaan. Kijk op wat voor mooie plek we zijn. Dikkie. Herinner je niet dat we hier als kind waren? Nou, ik weet dat wij vroeger naar kerkjes gingen. Toen je dat heel klein was? Ik het heel leuk vond. En dat we in de zomer aan die rivier speelden? Ja, dat heb ik aan Ruben laten zien. Ja. Maar dan gaan we zo meteen kijken, hè? Mooi. En dit is dus 1000 jaar oud, dit kerkje. Dan ben je echt uniek. Alsof jij het gedaan. Ja, kijk, daar gaat Ruben. Daar gaat Ruben. Nee. Ik heb mijn zoomcamera niet mee. Gaat, joh, die vent. Ja, maar die schoenen die zijn echt magisch. Gewoon, het zijn gewoon... Ja, dat zijn gewoon die ijskunstschoenen. Niet normaal. Ja, gaat niet, hij is alweer daar. Het is gewoon een wandeling naar de supermarkt voor hem. Dus je moet pleuren. Kijk, nu gaat zij. Je moet wel lange benen hebben. Zo, kijk, zij doet het anders dan hij. Zij vindt het wel moeilijker. Ja, ik vind het wel links. Zij is beginnerling, daarom moet ze ook zeker niet zo. Het lijkt me heel vervelend als iedereen naar me zou kijken. Goed voor je billen. Ja, ze is helemaal in een spagaat. Het lijkt wel Charlotte op de klimmuur. Zo mooi, laatste dag. Het is even wel wat beter dan het huis schoonmaken, zeg. Moet je kijken. Kijk even waar we zitten. Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, dus dat is wel mooi. Ja, tuurlijk. Hè? Opa en ik hebben net een hele leuke foto gemaakt samen. Hè, op? Ja, maar opa heeft altijd zo leuke foto's. Jammer dat ik jou niet mag vloggen, want dan heb ik geen herinnering aan jou. Ja, het is goed. Dat moet je maar in je hoofd houden. Nee, dat kun je niet onthouden. Nou, dan vlog je opa 3-dubbel. Dat vind ik heerlijk. Dat kun je niet onthouden. Lekker aardig. Kijk! Dat is leuk! Wow! Dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Dat is gaaf! Dan heb je allemaal poep over je schieten. Maar die paarden vinden het heerlijk. Ik wist wel dat het bestond, maar ik had het nooit gezien. Dat is toch leuk? Ja. Lekkere fanshow! Jeetje, wat een onverwachte topdag, hè? Ik had niet gedacht dat we dit allemaal gingen doen. Absolute verrassing eigenlijk. Jeetje, kijk nou jongens. Dat had oma ook niet kunnen weten. Nee. Dit is echt ons gegund. Ja. Hier hebben wij dus in de zomer, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, hebben Ruben en ik hier gemidget golf en zo, die vlog. Dat is dus precies dezelfde plek waar we nu zitten. Alleen dan vol in de sneeuw. En ik had dus een hele leuke foto met opa. Goh, heb ik een beetje zuurig, wel lekker. Ja, ik heb dat in, ja, ze doen citroen in. Lekker. Ik heb dat in 10 jaar niet gedaan. Echt? Ik vind het nog. Smerig. Smerig. Ja. Hey, jij hebt een Noordfeest jas aan. Bernard Genot. Van de frisse waterstroom. Daar komt oma aan. Heere zee God. In den hoge. In den hoge. Dat is lippetje. Ik wil jullie even uitleggen wat de symbolen zijn. Vrede. Op aarde. Opa, vertel vrede even. Vrede op aarde. Leg even uit wat de symbolen zijn. Maar opa. Opa, vertel eens waarom jij al die... Nou, ik moet stoppen nu. Vertel eens waarom jij al die liedjes kent. Ja, die ken ik uit mijn hoofd omdat ik die als heel klein kind geleerd heb. En waarom? En pas vergeet op het moment dat ik de laatste adem uitblaas. Wordt opa in zo'n kerkje is opgegroeid. Ja, jongen, weet je waarom deze kerken hier zijn? Hé, hey, hoger praat hij nu. In Genève zat Calvin en Zwingli. En die waren gekant tegen het Rooms-Katholicisme. Omdat de Rooms-Katholieke kerk was een business geworden. Handel. Geld verdienen aan het geloof. Hey jongens, hier bij de laatste avond in Frankrijk. Ik heb echt wel een hele fijne dag gehad hoor. Ik moet wel zeggen dat ik niet heel uitgerust ben. Na deze vakantie, maar...
Ik heb wel genoten. En we gaan dus morgen naar huis, zodat we echt nog een weekend thuis hebben. Dat is voor iedereen fijn. En dan bekijk ik het maar zo. Normaal ga je ook pas na een week werken, heb je ook 2 dagen weekend om bij te komen. Dus dan kan ik in dat weekend heerlijk uitrusten en bijkomen. Dan ben ik helemaal blij dat we vandaag met opa en oma op stap zijn geweest. Vind ik ook wel heel leuk. Volgens mij ben ik echt bijna elke avond in bad geweest. Maar ik ga nu voor de laatste avond toch nog een keer in bad. Ik heb net mijn AliExpress shop nog geëdit. Zodat ik die online kan gooien. En morgenavond als ik thuis kom niet hoef te editen. Dus dat is heel fijn. Sorry, ik ben even mijn dingetjes aan doen. En nu ga ik lekker nog even een maskertje pakken. En ik heb de hele tijd allemaal baddingetjes volgens mij alleen op Insta-story gezet. En daar heb ik een... Ik heb een opgeslagen story, zeg maar. Die heet Badderen. Dus daar kan je baddingen terugkijken. Maar ik ga nu nog even vloggen en dan ga ik hem afsluiten. Dus. Waar ik trouwens ook heel blij mee ben, is dat ik best wel veel leuke Instagram-foto's heb gemaakt. Niet van die goals-foto's, maar echt van die echte foto's van mijn familie en zo. Ik ga dit maskertje opdoen. Glitter glow, peel af. Oh, peel af. Nee, ik ga het niet opdoen. Ik heb geen zin in peel af. Of wel? Kijk hoe vies mijn bladje is. Godverdomme. Ik ga dit masker gewoon doen. Gewoon die hele saaie die je er bij Action kan halen. Ik heb zin om lekker zo'n moddermaskertje die je normaal vindt dat niet chill. Met eraf halen, maar in bad is dat lekker makkelijk. Ik vind zelf altijd beter uitzien met een masker. Lekker oldschool. Ik vind echt een oldschool masker. Die echt toen ik 15 was gebruikt heb, dit soort al. En ik ga lekker de oude, die heb ik echt al meer dan een jaar. Father Christmas Bath Bomb van Lush erin gooien. Want die geeft ook niet af als het goed is. Dus het scheelt weer met het bad schoonmaken. Kijk, de kerstman. Komt ie. Oei. Als ze ouder zijn, merk ik dat ze veel sneller oplossen ofzo. Deze gaat echt heel hard. Nou, dit wordt lekker een groen badje. Dan zie ik jullie morgen. Ik ben wel niet wakker geworden. Wanneer je klaar bent met alles in de auto doen en zo. En iedereen begint schoon te maken. En je weet niet wat je moet doen. Dus je gaat maar even op de wc zitten. In plaats van 120 km per uur rijden we maar 60 km per uur. Het sneeuwt. Dit is dus de snelweg. We zitten nu... Een uur en 3 kwartier in de auto. We zijn echt heel weinig opgeschoten. Er was net allemaal politie en ambulances, ongelukken, wegafzettingen. Het is echt wat op de heenweg voorspeld was. Mijn hoofd. De tekentjes meenemen en zo. Nou, dat is echt nu. Maar we rijden nu voor het eerst iets harder. Waar we nu zijn, zou normaal een klein uurtje. Ja, dat is 3 kwartier vertraagd nu al. Oké, eigenlijk zijn we toch heel lang in de auto zitten. Dan ging ik even een foto plaatsen op Instagram. En ik had gezegd, als jullie een leuke reactie achterlaten, neem ik een kijkje op jullie profiel. Ik doe dat best wel vaak eigenlijk. Alleen dan like ik niet. En nu ben ik dus op jullie pagina's aan het kijken. En het is echt best wel leuk om te zien. Het valt me op dat ik heel veel kijkers heb met heel mooi haar. Maar we kunnen plassen. Hierin. Zonder jas naar buiten. Buiten wc gevonden. Helemaal sneeuw tot de deur. Staat erop. Je kan de wc niet gebruiken, want hij is helemaal ondergesneeuwd. Is dit eentje van deze? Ja? Ja? Ik wil even laten zien hoe lief ik ben. We hebben... We zijn bijna thuis. Over hoe lang eigenlijk? Ja, 30 uur zijn we thuis. We hebben dan 15 uur gereisd. 15 uur. We zijn helemaal gaar. En Ruud? Niet leuk. Het tweede deel van de reis ging gewoon goed hoor. Ik heb niet gereden, mama heeft ook niet gereden. Ik heb heel veel series gekeken en ik ben nog steeds niet over mijn internetbundel heen. Wat ben je aan het doen? Nee, ik ben in de camera. En nu lig ik lekker bij Ruben. Doei. Nou, wow, mooi. De auto stond dus bij mijn ouders, dus we moesten eerst alle spullen uitruimen om bij onze spullen te komen. Toen moesten we onze auto dus weer aanduwen. Heb je sleutelbos? Nee. Die moet je even goed gaan zoeken. Heb ik niet. Hoe bedoel je? Ik heb geen sleutelbos. Oh, jij hebt de sleutelbos meegenomen. Nee. Ja. Opzet niet, mijn heb ik laten hangen juist daar. Toen hebben we heel veel moeten aanduwen en nu rijden we. Dus... Doei. Goedemorgen. Ik had jou bij. Ruben gaat zeg maar doen alsof hij iets ruikt en Bobby schijnt dan helemaal dol te worden omdat hij het niet kan ruiken. En dat vindt hij niet leuk. Hij vindt het echt niet leuk. Daar kan hij niet tegen. Hij moet alles ruiken. Ja, want hij ruikt beter dan jij. Ja, hij snapt het gewoon niet dan. Raar is dat, hè? Noah doet dat dus ook.
heb de laatste tijd echt zulke vieze poeri op mijn neus. Dus ik heb net eventjes, wel kort, 5 minuten denk ik, gestoomd boven een bakje water met tea tree lotion en een zakje thee erin. En toen kwam ik achter dat mijn Biore poeri strips op zijn en die zijn echt top. Dus toen heb ik maar weer dit. De laatste keer dat ik het heb gebruikt is bijna een jaar geleden. Want het is echt heel pijnlijk. Maar ik dacht, als ik het alleen hier en hier doe en heel dik, doet het misschien niet zoveel pijn. Maar ik weet echt niet of het goed is, want ik heb echt open poriën. Toen heb ik dit erop gesmeerd. Dus ik hoop maar dat het goed is. We gaan het zo zien. Oh, en ik ga zo even naar de Primark. En dan ga ik jullie ook meenemen. Ik hoorde dus net dat we over een kwartier al weggaan. En dit is nog lang niet droog. Wat zou jij doen? Let me know in de comments. Ik ben in Primark. En ik wil dus echt dit gaan testen, denk ik. Voor een video. Ik ga jullie even vragen of jullie het willen zien. Maar ik denk dat ik het sowieso al ga kopen. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ze hebben echt de meest geweldige zonnebrillen. Als ik een zonnebrillenhoofd had, zou ik serieus echt zoveel brillen hier kopen. Echt geweldig. Ik heb nu deze op, maar mij staat het niet zo goed. Hier nog veel meer. En ze hebben echt nog meer. Het is echt mega leuk. Kijk. Zoveel. Oké, deze broek lijkt volgens mij heel erg op die ik laatst heb gepast. Dit blauw, maar ik vind deze niet zo mooi staan. En ik heb een... Kijk, mijn armen zijn echt nog niet ready. Maar dit. Dit topje is maar 4 euro. Zo'n chill topje. Ik vind de broek niet mooi staan. Ik dacht dezelfde was als zeg maar die blauwe die ik heb. Maar snap jullie het idee achter de outfit, zeg maar? Het had wel echt leuk kunnen zijn, maar... Deze is trouwens 10 euro. Ik vind zelf dit altijd een beetje raar. Deze jurk is 13. Op zich zit hij heel erg lekker. Maar of het echt heel mooi staat, weet ik niet. Hij valt wel echt eigenlijk heel erg goed. Hier, soms zijn die banden zo heel lang. Dat vind ik lelijk. Hij zit hier eigenlijk wel heel mooi. En hier dat hij zo valt, vind ik ook wel mooi. Ja, ik denk dat ik er spijt van krijg als ik hem niet ga meenemen. Wat vinden jullie ervan? Ik heb nu een pak aan. Die kost geloof ik 20 euro. Even, je moet dragen wat je wil. Maar zelf vind ik dit pak meer geschikt voor een beetje een wat afgetraind lichaam. Heel erg leuk. Echt zo leuk. Maar ja, ik zou hem nu niet dragen. Dus dan moet ik het weer met het oog op dat die buik minder is. Ik ga even nadenken. Ik vind hem echt super schattig ook met dit. En dan de laatste. Hier hou ik al heel erg van. Het is wel weer zo'n vormloze top. Maar ik vind het geweldig. Alleen als ik beweeg valt het zeg maar zo. Dus je moet het eigenlijk de hele tijd trekken. Dat het ja, zo valt. Ik hou heel erg van dit soort witte topjes in de zomer. Ik weet ook dat ik het echt heel veel gedraag. Alleen ik denk dat ik hier echt dit eraf zou knippen. Dit is trouwens van Glamour. Samenwerking met Glamour. Dit op een shirtje. Dat is echt mega leuk. Ja. Voor hetzelfde geld heb je ook een hele jurk. Kijk hoe leuk. Wacht. Ik ga het goedkoper ook, maar ik ga het niet kopen. Kijk allemaal. Cute. Wow, deze kleur. Deze kussen. Oh, gelukkig zijn ze langwerpig genoeg. Ik zie niet. Allemaal cuteness. Cute, 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 cute. Alles is leuk. Valentijn. 4 euro? Ik koop dit alsjeblieft voor je vriendin als je jonger bent. Dankjewel. Ik dacht het dus al heel lang. Dit is zeg maar zo'n teken met armpjes en wat je over je hoofd kunt doen van Mickey Mouse. Maar ik vind dit echt heel schattig met die oortjes. Maar ik vind dit niet zo mooi. Dus ik ga hem niet nemen. Maar ik vind deze echt heel leuk. Maar ik heb het niet nodig. Dus ik ga het niet kopen. Geweldig. Maar echt enorm duur. 5 euro. Voor 1 normale en 1 ronde hanger. Ik had er dus 5 gekozen. Maar ik vind het een beetje veel. En ik kan echt niet kiezen welke ik weg moet doen. Kijk, het is allemaal anders. Ik denk even aan deze. Ze dachten dat we ze brood gingen geven. We hadden nog brood van gisteren. Dus we geven zo even brood. Ah. Schattig. Wow, het is koud. Ah, zo lief. Iedereen op Insta zegt dat ze een aparte video willen, maar ik denk dat het een beetje te weinig is voor een aparte video. Ik maak dus altijd vet lekkere, rare brouwseldrankjes. Ik heb nu appeltaart thee. Dat is gewoon een zakje, zeg maar. Met amandelmelk. Het is vet lekker. Matcha poeder en honing. Ik meen het, dit zouden ze zo bij Starbucks verkopen voor 5 euro. Het is echt vet lekker. Dit vind ik leuk om te zien. De making of de 2-kantine. Oh, dit vind ik heel leuk om te zien. Nee!
Oh, die witte man is Erik de Vogel, is Ludo uit GTST. Nee, die speelt nooit iemand anders. Oh, wat geweldig. Dat wist ik niet. Alle GTST-kijkers, wie had dit gedacht? Dit is Ludo, die tweede. Oh, nee. Dat kan toch niet? Goedemorgen allemaal. Ik ga een die primer make-up video nu opnemen. En het is best wel mooi weer vandaag, maar ik wil eigenlijk ook sporten. Ik wil eigenlijk ook naar de zonnebank en ik wil eigenlijk ook boodschappen doen. Ik wil eigenlijk ook een broek kopen. Dus dat gaat sowieso niet allemaal lukken. Maar ja. Zien jullie zeg maar verschil dat ik echt andere make-up heb dan normaal? Ik vind het heel mooi. Wel heel erg bronzed en heel erg overdreven opgemaakt, vind ik zelf. Dat eigenlijk nogal. Het is wel nude. Ik vind het heel mooi, ik ben er heel blij mee. Oké, ik heb Instagram foto's gemaakt. En aangezien het nog steeds vroeg genoeg is om te gaan sporten, zit een teken dat ik echt moet. Dus ik ga nu sporten. Op de fiets, lekker nog even in de zon. En dan boodschappen doen en misschien nog naar de zonnebank. Doei! Ik laat mijn camera thuis. Hallo allemaal! Ik kom net thuis. Het is al 5 uur. En ik ging om 1:15 weg. Kijk, ik ging op Instagram eventjes met jullie. Omdat ik mijn camera niet mee had. Ik zal het even laten zien. Als je me niet op Instagram volgt, krijg je even een idee. Kijk. Ik zei... Al eerst zei ik dit. Ik heb ook opgenomen met... Aangezien mijn benen nu wat strakker zijn van al dat geski en gewandel... Ga ik nog maar even snel naar... En toen zei ik dit. Zal ik zo naar de supermarkt gaan met de auto? Of met de fiets? En toen zei 85% dat ik met de fiets moest gaan. Toen zei ik oké. Okay. Dus, nu weet je wat ik net heb gedaan. Ik ben op de fiets naar de supermarkt gegaan. En ik heb voor mij nu best wel goede boodschappen gedaan. Ik wou even wat veel groente halen. Maar omdat ik dus en bijna geen vleesvervangers heb gekocht. En eigenlijk geen vlees. Op twee ding, één ding na voor Ruben. Is best wel goedkoop. Dus ik ga zo even een overview geven. Ik heb al veel dat sommigen het heel leuk vinden. En sommigen heel saai. Dus laat even weten of dat zeg maar de juiste oplossing is. Dat ik gewoon even heel snel in één shot laat zien wat ik gekocht heb. Zo kocht ik bij de Big Bazaar een vet goedkoop. Nog geen 4 euro. Theepan, hoe noem je dat? Ja. Dit, vet leuk, want het leek me leuk voor Instagram foto's. Het zijn marshmallows. Dit dacht ik is ideaal voor havermout, want volgens mij is dit serieus een portie. Het lijkt minder, maar weet je, dan neem je ook niet te veel. Dit is voor mijn haar. Laat even weten of je dat wil zien. Dit moest ik hebben. Dit leek me leuk om te testen. En dan heb ik dus eten, zodat we... Kijk, hier ligt het allemaal. 1 keer curry madras met kikkererwten wil ik gaan maken. En rijst misschien nog. 1 keer gewoon lekker pasta met... Van die, ik heb gewoon allemaal van die zakjes een keer gekocht. Italiaanse roerbakgroente en gewoon tomatensaus. 1 keer hamburgers met voor Ruben deze en voor mij die. En met augurken en zo. En dit gewoon dat ik dat nog een keer ergens bij wou doen omdat het gezond. Oh ja, dat wil ik hierbij doen. We hebben nog falafelballetjes. Dus falafel met gewoon sla, komkommer, tomaat en dan misschien nog groente ernaast. En dit, daar hoort nog niks bij. Oh ja, en dit is ook een heel gerecht. Het was dus 2 euro. Ik ben mega benieuwd. Het is van Lidl en het is vegan. Dus dat is best wel voor de hele werkweek eten. Dus dat is best wel chill. 90 graden. Nee, duh. Heb je wol op 90 graden gedaan? Wat is die bovenkant voor raars? Het is wol, denk ik. Was het altijd zo raar aan de bovenkant? Nee, natuurlijk niet. Hoe was het eerst? Gewoon zoals de onderkant. Kijk dit. Je kunt ook een sjaal van maken nu. Het is tijd voor vegan ijs nummer 3. Weet je nog laatst dat ik in Albert Heijn was, dat ik daar aan die, dat ik aan die medewerker ging vragen of dit er nog was? Ruud, weet je dat nog? Met Oreo cookies. Dat is een dingetje veel eten. Ja, leuk voor ze. Ik, echt het enige wat ik maar, snack, film ik. Er heel veel suiker in zitten. Ja, maar het enige, ik doe hier echt super lang mee. Dan, maar ze doen veel suiker in dan normaal. Ja, maar ik doe hier heel lang mee. Ik mag ook zin in die snack. Mijn mam. Huh? Ik vind deze veel minder lekker. Dit ijs smaakt echt naar boter. Hoe kan dat? Ik vond die andere veel lekkerder, maar ik vind hem nu wel iets lekkerder dan het eerste hapje. Ik weet niet waarom, maar ik vind deze minder dan die andere, maar hij heeft wel echt wat. Hij is echt compleet anders dan die andere twee. Maar ik zou voor die andere twee gaan. De eerste hap dacht ik echt, huh? Want het ijs smaakt heel raar. Het ijs smaakt een beetje naar ongezoete amandelmelk. En dat smaakt echt maar best wel waterig en wrang of zo. Maar wat erin zit is echt mega lekker. Dus wat ik al chill vind is dat je echt na een paar hapjes gewoon genoeg hebt. Want dat heb ik bij normaal ijs niet. Dus wij gaan nu even verder kijken. Een nieuwe buren verder kijken. En luizenmoeder. En dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen. Oh, je ziet helemaal dat ik alweer een beetje moe ben. Ik wou nog eventjes mijn nieuwe blush testen van Bobbi Brown. Want die heb ik nog steeds niet getest. Dit is de kleur Sand Pink. En ik ga het testen met mijn nieuwe kwast die ik in Frankrijk heb gekocht. Van Real Techniques. Wow, er komt heel veel af.
Oh, mooi. Ik gebruik eigenlijk nooit meer blush. Ik had laatst ook wel weer blush up en up. En toen dacht ik van, oh, dat is best wel mooi. Ik vind hem erg mooi. Doei. Hallo, ik ben weer thuis van mijn werk. Het is zo lekker om 5:30 thuis te komen dat het gewoon licht is. Ik had weer mijn eerste werkdag vandaag. Super leuk om mijn kinderen weer te zien. Echt heel leuk. Mijn probleem is dus dat doe ik gisteren hele goedkope boodschappen. Tenminste, echt best wel een goed bedrag voor veel eten. En dan ga ik nu dus weer naar de supermarkt. Dan ben ik dus 18 euro kwijt voor echt heel weinig. Hallo. Good morning. Goedemorgen. Ik heb de als laatste van wat ik nog ga testen van Bobbi Brown deze stick gebruikt. Maar ik doe het dus onder mijn ogen. Heel klein beetje. En ik weet niet of jullie het ook zien, maar ik vind het echt heel goed. Je kunt hem echt goed gebruiken om echt te highlighten. Kijk maar, als je het zo ziet, ziet het best wel licht. Maar het bedekt mijn wallen echt heel goed. Het is wel fresh. Oké, jongens, ik ga werken. Oké, hallo, dan ga ik nu even de vlog voor jullie afsluiten, want hij duurt er weer veel te lang. Doei!